Dinsdag 4 november. Dit is U Vandaag. Zwarte Piet mag gewoon op school blijven komen. Een drugsverslaafd kind, de nachtmerrie van elke moeder. En we kunnen bijna niet meer naar de stembus zonder de kieswijzer. Goedenavond. Goedenavond. De massale inval van de politie bij een Utrechtse muziekstudio. Vandaag verslaggever Caroline Gijsman. Tientallen politieagenten en verschillende honden waren daarbij. Straks meer over deze inval. Oké, tot zo dan. Maar nu eerst ander nieuws van vandaag. Een 25-jarige Utrechter is onterecht veroordeeld na verwisseling van twee DNA-monsters bij het Nederlands Forensisch Instituut. De man werd 6 jaar geleden veroordeeld voor 3 autokraken. Hij zat 3 dagen in de cel en kreeg 90 uur werkstraf. De verwisseling kwam deze zomer aan het licht toen in een ander politieonderzoek opnieuw DNA van de Utrechter werd afgenomen en onderzocht. Mitros staat niet langer onder extra controle van het Rijk. De Utrechtse woningcorporatie zou slecht communiceren met haar huurders en er zou te weinig geld zijn om nieuwe plannen uit te voeren. Maar Mitros heeft orde op zaken gesteld. De reorganisatie en aanpak van 1000 extra woningen in het Utrechtse Ondiep en Nieuwegein hebben een positieve indruk gemaakt. Huiseigenaren in 2 Utrechtse wijken kunnen de WOZ-waarde van hun woningen binnenkort vooraf controleren. Het gaat om een proef onder 5000 huizenbezitters in Hoograven en Lunette. Ze kunnen de gegevens van hun huizen zo nodig ook aanpassen. De gemeente wil de eigenaren met de proef meer inzicht en invloed geven bij het bepalen van de WOZ-waarde. En deze mooie dame is Jilena Al-Bashiri uit Amersfoort. Ze is verkozen tot Miss Maghreb. In de finale in Antwerpen streden 15 Belgische en Nederlandse vrouwen met Noord-Afrikaanse roots om het kroontje. De deelnemsters aan de verkiezing zijn allemaal islamitisch opgevoed. Ze hopen door hun schoonheid te laten zien ook een taboe te doorbreken. De winnares kreeg 1000 euro en een haute couture jurk. Als het aan het College voor de Rechten van de Mens ligt, mag de Koonstamschool in Utrecht de Sinterklaasviering dit jaar gewoon doen met Zwarte Piet in de klas. Een moeder diende een klacht in tegen de school. Ze wilde dat Zwarte Piet in woord en geluid werd verboden. Maar dat vindt het college te ver gaan. Ook dit jaar gewoon een Sinterklaasfeest met Zwarte Piet. Tot opluchting van de stichting SPO, waar de Koonstamschool onder valt. Nou, wel een beetje. Ja, het is altijd spannend als je voor een college komt. En hoewel we het idee hebben, we zijn op de goede weg, we zijn de goede dingen aan het doen, is het toch mooi als dat bevestigd wordt. Het College voor de Rechten van de Mens vindt de aanwezigheid van Zwarte Piet op de Koonstamschool niet discriminerend. Omdat deze school op dit moment voldoende doet om te zorgen voor een discriminatievrije onderwijsomgeving. Dus dat betekent dat ze in gesprek zijn met alle geledingen van de school om te kijken hoe ze tot een oplossing moeten komen. Toch is er ook begrip voor de argumenten van de moeder die de klacht indiende. Zo stoorden ze zich in het bijzonder aan de manier waarop Zwarte Piet wordt neergezet. Het distribueren van de cadeautjes zijn bijna in gevaar door een fout dat de Pieten hebben gemaakt. Het is nooit Sinterklaas dat de fout maakt. En ook volgens het college heeft Zwarte Piet wel degelijk discriminerende kenmerken. Nou, je koppelt iemand met een donkere huidskleur aan dom, knecht, wel grappig en fysiek sterk, maar dom en een knecht van een witte Sint. En dat is een stereotype beeld wat je neerzet en dat moet je niet doen. Maar mag Zwarte Piet dan wel zwart blijven of moet ook dat veranderen? Het College voor de Rechten van de Mens moet natuurlijk oordelen van voldoe je als school aan je zorgplicht. Het College voor de Rechten van de Mens gaat niet zeggen hoe Zwarte Piet er dan uit moet zien. Het college wil zich dus niet uitlaten over de vraag wat er moet veranderen aan Zwarte Piet, maar vindt wel dat de Koonstamschool hem in de toekomst moet aanpassen. De SPO is dat met het college eens en voert dit jaar al veranderingen door. Dus dan kijk je ook naar het uiterlijk van Zwarte Piet, maar dan kijk je ook naar de rol die hij speelt, naar de opdrachten die hij geeft. En scholen willen dat dit jaar daar een start mee maken. Dat zal vast nog niet helemaal in 1 keer goed gaan, maar daarmee is wel een beweging in gang gezet. Ja, de moeder die de klacht tegen de Koonstamschool indiende, die wilde niet reageren op de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Een politieinval vanmiddag in een muziekstudio in Utrecht. De politie wil er zelf niks over zeggen, maar volgens de eigenaar zou het te maken kunnen hebben met motoclub No Surrender, dat in die studio een clublied heeft opgenomen. Ja, No Surrender werd vorig jaar opgericht en wordt regelmatig in verband gebracht met criminele activiteiten. Maar de muziekstudio zegt dat ze helemaal niks met de motoclub te maken heeft en is ook woedend.
Vanmorgen om 8 uur doet de politie een grote inval in het pand aan de Nevada-Dreef in Overvecht. Tientallen agenten en 3 politiehonden doorzoeken de muziekstudio van Henk Kamphuis. En vandaag stappen ze met heel groot machtsvertoon ons kantoor binnen. Echt letterlijk en figuurlijk hebben ze de deur eruit gebonkt. Niks gezegd, er waren hier ook geen mensen. Er is niet gebeld van, joh, kom even naar kantoor toe. En verrast. De eigenaar van de muziekstudio krijgt niet te horen waarom de politie in zijn zaak is. Ook mag hij met niemand contact hebben. Hij kan maar 1 ding bedenken. Wij zijn gewoon een muziekbedrijf voor iedereen. En zo heeft ook de motorclub No Surrender ons een keer benaderd om een clublied te schrijven. Dat hebben wij gedaan. Maar ja, of die link daarmee te maken heeft. Maar dan nog, zonder dat ze wat vertellen, komen ze hier binnenvallen. Ze trekken alles overhoop. De studio is pas een paar maanden open en het werk ligt nu volledig stil, omdat alle computers zijn meegenomen. Ja, we gaan gewoon een advocaat nemen. Wij willen gewoon de onderste steen boven nu. En wij willen weten waarom die honden hier geweest zijn. Wij willen weten waarom er zoveel machtsvertoon geweest zijn. Wij willen weten waarom de laptops meegenomen zijn, de USB-stick. Waarom? Waarom? Ja, verontwaardigde eigenaar van de studio in Overvecht. Op de redactie staat verslaggever Caroline Gijsman. Caroline, heeft de politie nog echt helemaal niks losgelaten over deze inval? Nee, ze willen daar niets over zeggen. Wel hebben ze bevestigd dat die inval er geweest is. Maar ze wilden niet zeggen waar die inval was. Maar goed, we hebben het zelf met eigen ogen kunnen zien. De politie wil ook niet bevestigen of dit iets te maken heeft met een link met de motorclub No Surrender. En ze zeggen eigenlijk morgen komt de politie met meer informatie. Maar waarom denk jij dat de politie hier nou zo geheimzinnig over doet? Ja, dat is natuurlijk speculeren. Maar goed, misschien staan er nog meer invallen op de planning. En dan wil eigenlijk de politie zo min mogelijk aandacht ervoor. Dus het ook nog zo geheimzinnig mogelijk houden. Ja, nou, we zagen net de verontwaardigde eigenaar van de muziekstudio. Die zegt dat hij er niks mee te maken heeft. Maar hoe zeker is dat? Ja, dat is zijn woord. We hebben de politie er dus nog niet over gesproken. Maar de politie doet niet zomaar ergens een inval. Dus we zijn heel benieuwd wat hier de verklaring voor is. Morgen weten we vast meer. Caroline, dank je voor nu. Zometeen een moment van bezinning in het ziekenhuis. En Willemijn uit Lopek heeft het razend druk bij het Europees Parlement. Mensen die maken bij verkiezingen steeds meer gebruik van kieswijzers, zoals stemwijzer of kieskompas. Ze weten vaak te weinig van de verschillende partijprogramma's. En dan is een kieswijzer op internet een goed hulpmiddel. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Ja, we praten daar zo meteen over met een van de onderzoekers. De eerstvolgende verkiezingen zijn die voor Provinciale Staten in maart. Opkomst is al vaak bedroevend laag. En dus zullen die kieswijzers voor sommige mensen ongetwijfeld weer een uitkomst zijn. Ik wil altijd even toetsen of hetgeen waar ik op stem ook overeenkomt met wat ik uit de stemwijzer haal. En ik vind het heel erg beperkend eigenlijk. Omdat er maar een paar stellingen worden weergegeven. Vooral makkelijk om je te oriënteren. Maar verder moet je natuurlijk zelf altijd goed het hoofd blijven gebruiken om een goede keuze te kunnen maken. Digitale stemwijzers zijn belangrijk voor mensen die gaan stemmen. En ook politici zien zo de voordelen. Nou, ik denk dat het een goed hulpmiddel is voor de kiezer. Want ze horen heel veel verschillende verhalen. En ik kan me goed voorstellen dat een heleboel mensen graag een steuntje daarbij willen hebben. Dus op zich is het een iets nuttigs. Volgend jaar maart zijn de provinciale verkiezingen. En dan kan een beetje hulp natuurlijk geen kwaad. Maar toch moet je ook oppassen. Het grootste nadeel is dat in een aantal gevallen partijen te veel invloed krijgen op wat ze invullen. En dat er te weinig gecorrigeerd wordt. Waardoor sommige partijen in de gelegenheid worden gesteld om de uitslag te manipuleren. De Provinciale ChristenUnie gaat zelfs een stap verder. Als je bijvoorbeeld zegt, van, nou, waar wil je als ChristenUnie sterk in zijn? Noem de jeugdzorg, daar hebben we heel veel in gedaan de afgelopen paar jaar. Vinden we een belangrijk thema. Dan moeten we in ieder geval zorgen dat we een paar stellingen over de jeugdzorg erin krijgen. En je kunt je dus afvragen of je, nou ja, het is een stukje beïnvloeding. Als gebruiker wil je een onafhankelijk advies. Maar dat is het blijkbaar niet. En daarom zeg ik dus, die stemwijzer is geen exacte wetenschap. Maar is een ingevuld apparaat waar partijen hun mooiste teksten in hebben gestopt. En nou ja, of je maar toe wil happen als kiezer. U bent gewaarschuwd. Toch lijken veel mensen bij de provinciale verkiezingen volgend jaar weer gewoon te gaan gebruik maken van een online advies. Ga ik waarschijnlijk toch weer eventjes kijken van, komt het nog overeen met wat ik belangrijk vind? Ik weet het nog niet. Misschien wel, nu je het er met me over hebt, dat ik het dan erin verdiep. Maar ja, ik denk het niet. Ja, ik zal hem altijd gebruiken.
Ja, bij ons in de studio Brechtje Holleman. Zij is een van de onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Ja, die het gebruik dus van die kieswijze onderzocht. Nou hoor ik net zeggen van we kunnen onze mooiste woorden erin stoppen. Dus eigenlijk kunnen we gemanipuleerd worden. Door de stemhulpen? Door de politieke partijen. Niet helemaal, want de stemhulpen komen tot stand in samenspraak met de bouwers van die stemhulpen. En die bouwers zijn, is dus bijvoorbeeld bij de gemeenteraadsverkiezingen gaat het zo dat er dan een. Daar hebben wij een groot onderzoek nu naar gedaan, waar we vandaag de onderzoeksresultaten van presenteerden. En bij die gemeenteraadsverkiezingen zitten alle partijen samen aan de tafel met de bouwer van de stemhulp en geven zij input. Geven ze allemaal aan welke issues willen zij erin krijgen en wat vinden zij een goede formulering voor die thema's. Ja, want hoe gaat dus, het? De overheid geeft geloof ik opdracht voor het maken van zo'n kieswijzer om de stemmers op pad te helpen. De gemeente of de provincie geeft opdracht voor het maken van zo'n kieshulp, omdat het idee is dat het opkomstverhogend werkt en omdat het ook een hele belangrijke informatiebron is, juist voor lokalere verkiezingen, voor landelijke verkiezingen heb je je landelijke media die veel informatie geven. Maar voor lokaal en provinciaal zijn stemhulpen een enorm belangrijke bron. Maar als je aan tafel zit met die politieke partijen, is het wel heel belangrijk wie daar aan tafel zit. Als jij dat goed kan verwoorden, dan nemen jullie dat wel zo over in de kieswijze. Niet jullie, want ik weet dit alleen maar doordat ik het geobserveerd heb. De bouwer. En, Die bouwer die kijkt naar een aantal dingen. Die doen zelf ook vaak bronnenonderzoek om te kijken wat er speelt. Uh-huh. Die kijken ook, vinden meerdere partijen dit een belangrijk thema? En ze kijken altijd naar de mate waarin partijen verschillen op een bepaald thema. Want dat is wel een beetje vertekenend in die stemhulpen. Het is niet een samenvatting van de 30 belangrijkste thema's. Nee, het geeft een beeld van de 30 thema's waarop partijen van mening verschillen. En dus sommige dingen staan er helemaal niet in, omdat iedereen of het merendeel daarin wel met elkaar eens is. Ja. Hebben die kieswijzers nou ook echt een positieve invloed op de opkomst? Gaan we vaker naar de stembus daardoor? Ja, daar lijkt het wel op. Maar dat is iets wat vrij moeilijk hard aan te tonen is. Want dan zou je eigenlijk een soort van een laboratoriumachtig experiment moeten hebben waarin je een deel van de mensen dwingt om geen stemhulp te gebruiken en een deel van de mensen dwingt om er wel een te gebruiken. Anders kan je het eigenlijk niet vergelijken. Dus wat wij in handen hebben en andere onderzoekers ook, is meer aanwijzingen dat het opkomstverhogend werkt. Maar het lijkt wel echt het geval te zijn. En dat is ook wel begrijpelijk, want dat werkt eigenlijk via meer begrip en meer kennis van de politiek. Gaan mensen zich gemotiveerder voelen om een stem te gaan uitbrengen. Is er nou een bepaald soort type mensen die een kieswijzer meer gebruikt? Het zijn toch vaak de iets hoger opgeleide mannen ook iets meer. Wat kan je daar nog meer over zeggen? Maar het spreekt wel een beetje voor zich dus. Zou je het liefst misschien de mensen die andere media slecht bereiken, zou je het liefst met die stemhulpen willen bereiken. En toch is dat eigenlijk niet zo. Wij hadden vooraf het idee dat je misschien ook wel juist de mensen bereikt die helemaal niet op zoek zijn. Die eigenlijk best wel weten wat ze willen stemmen. En die de stemhulp gaan controleren. Ja, maar vooral misschien ook lager opgeleiden die het toch vaak laten afweten bij de verkiezingen. Ja, die zou je willen bereiken. En die bereiken die stemhulpen nog onvoldoende, denk ik. Daar zou echt nog winst geboekt kunnen worden. Maar dat is altijd met alles een moeilijk te bereiken groep. Ja. Er zijn de provinciale statenverkiezingen de eerstvolgende, volgend jaar maart. Ja. Provincieverkiezingen, daar is de opkomst vaak toch wel bedroevend laag. Hoe kan de provincie nou die kieswijzers gebruiken om de opkomst omhoog te schroeven? Is dat mogelijk? Ja, ik denk dat het begint ermee dat de provincie opdracht moet geven om kieswijzers te laten maken. Dat heeft de provincie Utrecht ook gedaan. Die heeft zowel aan stemwijzer als aan kieskompas de opdracht gegeven. De twee grote van Nederland. Om zo'n stemhulp te maken. En dus dat gaan ze ook doen. Ik denk dat het ook heel goed is dat er twee komen. En, want wat ook blijkt is dat kiezers het leuk vinden om niet alleen er één in te vullen, maar ook de andere en dan te vergelijken. En dat prikkelt natuurlijk ook dat verder zoeken naar kennis. Als je maar één input krijgt, dan denk je oké, klaar. Maar ga je vergelijken en krijg je bij de ene partij eruit en bij de ander, dan raak je wel benieuwd hoe dat komt. Dus ik denk dat heel verstandig is van de provincie om daarop in te zetten. Daarnaast is het dan ook belangrijk dat ze zorgen dat die kieshulpen onder de aandacht worden gebracht. Dat is volgens mij misschien nog wel het meest belangrijke punt nu op dit moment. Je moet er mensen naartoe halen. Ja. Daar heb je dan eigenlijk ook media bij nodig. Precies. Ja. Wij gaan ze een handje erbij halen. Ja, precies. Helemaal goed. Ja. Brecht Holleman, dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. Ja, het is een nachtmerrie voor ieder ouder, denk ik. Je kind verslaafd aan de drugs. Tini de Graaf overkwam het en in haar wanhoop richtte zij Moedige Moeders Spakenburg op.
Ja, een organisatie die ondersteuning biedt bij verslavingsproblematiek. Gisteren bestond haar organisatie alweer 10 jaar, maar van ophouden is geen sprake. Je leeft zo alleenig. Je kan nergens terecht en ja, je voelt je zo. Ja, je wordt helemaal kapot gemaakt, zeg maar, door die drugs, het hele gezin. Tini de Graaf en haar gezin hebben een zware tijd achter de rug. Haar zoon raakte verslaafd aan cocaïne en GHB. Als ouders zijnde hou je dat gewoon niet vol. Je houdt het niet vol. Je ziet je kind helemaal kapot gaan, maar tegelijkertijd word je zelf ook meegetrokken. Als ouders ben je slaaf van een verslaafde. Tini beseft dat zij niet de enige is. Ze richt daarom 10 jaar geleden Moedige Moeder Spakenburg op. Iets wat haar gisteravond een gemeentelijke onderscheiding oplevert. Moedige Moeders ondersteunt ouders die zich geen raad meer weten met hun drugsverslaafde kinderen. Een van hen is Geertje Zwaan. Zij klopte aan bij Moedige Moeders en zette haar zoon uiteindelijk zelfs het huis uit. Ja, dat is heel wat, ja. Ja. Maar ik weet ook dat ik het maar niet zo gedaan heb. De zoon van Geertje zit ook in de zaal. Hij besefte nooit dat hij zijn ouders pijn deed. Maanden nadat ik clean was, is dat bij me door gaan dringen. Van wat ik mijn ouders aangedaan heb, wat ik vrienden, kennissen, ja, noem maar op. Ik heb eigenlijk alle mensen die waar ik vroeger mee omging, die heb ik pijn en verdriet gedaan. Maar inmiddels is Klaas Henk al ruim 6 jaar clean en is de band met zijn familie hersteld. Mede dankzij Moedige Moeders. Ergens geloof ik dat ze me nog niet voor de volle 100% vertrouwen. En dat is ook goed, hè, want ze hebben natuurlijk heel veel meegemaakt. Hè, en dan moet je langzaamaan terugwinnen. Hè. Ik ben gezegend met een mooie vrouw, een mooi dochtertje. Hè, dat had ik voor een aantal jaar terug niet durven denken. Ik heb hem terug, ja. En dat is het belangrijkste. En ik hoop dat dat bij de anderen ook gebeurt. Dat vinden we aan Utrecht Nieuws in andere media. Groot verdriet om de diefstal van een hondje in Nieuwegein, Marie. Ja, dat is een heel triest verhaal. Een 8-jarig meisje is heel erg verdrietig. En zij doet op Facebook een wanhopige oproep. Aan iedereen die in de buurt van Nieuwegein, Houten en IJsselstein woont. Want als u deze puppy gezien heeft, laat het dan zo snel mogelijk weten. Ook op Facebook. Het meisje was met haar hondje aan het wandelen in het Nijpelsplantsoen. Toen een man het hondje gewoon oppakte en meenam. Geloof het wel. Ja, heel suf verhaal. En nou, laten we hopen dat hij terugkomt. Ongelooflijk. Juffrouw Titia Doorn uit Amersfoort, die is super trots op haar leerlingen uit groep 7 van de Schimmelpennink van der Ooyenschool in Hoevelaken. De kinderen hebben namelijk een mega longband gemaakt en ze hebben heel hard gewerkt daarvoor. Ja, precies. Heel erg hard zelfs, hè? Ja, 2 maanden lang vroegen ze juf Titia elk vrij moment om te mogen loomen. Ik moest wel even vragen wat dat nou precies is, Marie. Met die plastic dingen. Precies, met die plastic dingen. 17 leerlingen hebben samen maar liefst 700 meter van die plastic dingen aan elkaar geknoopt en rond de school uitgerold. Hartstikke mooi, die 700 meter is goed voor het Nederlands record. Ja, ik zag ze juichen. Prima gedaan. En dan bewakingsbeelden waar iedereen op kan meekijken. Het is niet de bedoeling, maar het kan dus wel. Op de site insecam.com hebben ze bewakingsbeelden over de hele wereld verzameld. Ja, en het gaat dan om beelden waarvan de eigenaar het wachtwoord niet heeft veranderd. Dus het kan vrij simpel ingelogd worden. In Nederland zijn er zo'n 2400 adressen waar dus meegegluurd kan worden. In de woonkamer, tuin of in de slaapkamer. Zoals hier dus in Utrecht en Amersfoort. Ik zou zo denken dat er nu wel wat wachtwoorden even aangepast gaan worden. Voor 18 plus hebben wij weggelaten. Jazeker. Veel ziekenhuizen hebben een stilteruimte tegenwoordig waar mensen terecht kunnen voor een moment van bezinning. Om je even terug te trekken bijvoorbeeld als een naaste ernstig ziek is of misschien wel net gestorven. In het Meander Medisch Centrum in Amersfoort hebben ze nu een gloednieuwe stilteruimte waar iedereen terecht kan. Vandaag is de dag van gedenken, een speciale dag om stil te staan bij een dierbare die bijvoorbeeld in het ziekenhuis is overleden. U wilde daar meer over weten, want het is de keus van de kijker. Ik brand een kaarsje voor alle patiënten die afgelopen jaar bij ons op de intensive care zijn overleden. In het hectische ziekenhuis is het erg moeilijk om een rustig plekje te vinden waar je toe kan geven aan je emoties. Daarom komt verpleegkundige Joke van Buren naar de stilteruimte om stil te staan bij mensen die er niet meer zijn. We hebben er heel veel mee te maken op de intensive care. En ja, er zijn heel wat patiënten die er toch bijblijven.
En dan is dit een heel mooi moment. De stilteruimte is dag en nacht beschikbaar voor mensen om zich even terug te trekken. Maar vanwege de dag van gedenken is het een speciale dag om stil te staan bij iedereen die in het ziekenhuis is overleden. Daarom is ook deze dag geboren. Dat kan ook mensen helpen om nog een keer hier naar het ziekenhuis te gaan. En nog eens even die gevoelens weer even toe te laten en terug te laten komen. En op die manier ook, ja, kan het helpen om je verdriet te verwerken en een plek te geven en er een weg mee te vinden. Gerben Brunsveld is geestelijk verzorger in het ziekenhuis. In zijn functie is hij nauw betrokken bij langdurig zieken en hij steunt familieleden als zij een dierbare verliezen. Hij raadt mensen vaak aan om naar de stilteruimte te gaan. Het doel van deze ruimte is mensen helpen om even stilte te ervaren en bij zichzelf te komen. En datgene toe te laten aan gevoelens wat op dat moment speelt. Even weg van de ruis van het ziekenhuis, maar wel in verbinding met het ziekenhuis. Joke denkt nog vaak aan alle patiënten die zijn overleden. Het helpt haar om erover te praten met collega's. Wat heel belangrijk is dat je het in je team bespreekt en met elkaar erover praat wat er gebeurd is, hoe het gegaan is, of dingen anders kunnen en wat het jou persoonlijk gedaan heeft. Ja, mooie keuze. Dan de keuzes voor morgen, Marie. Waar kunnen we allemaal naartoe? We kunnen bijvoorbeeld naar leerlingen van basisschool De Notenboom. Zij doen mee aan de e-waste race. Nou, dus eigenlijk wil dat gewoon zeggen, hoe meer elektronisch afval zij ophalen en opruimen, hoe meer punten ze krijgen. 6 scholen in Utrecht doen daaraan mee. En hoe ze dat dan doen en wat het nou precies inhoudt, dat kunt u dus morgen zien. Maar morgen gaat ook de Crea Doe-beurs van start. Dat is een aanrader voor mensen die van knutselen, haken, breien, misschien nog wel heel veel meer houden. En nee, het zijn niet alleen vrouwen die in de jaarbeurs in Utrecht aanwezig zijn. De beurs wordt namelijk geopend door 2 Duitse snowboarders die hun eigen mutsen breien. Bijzonder, toch? En dan tijdens de techniek 3-daagse, dan worden kinderen van de basisschool warm gemaakt voor het werken in de techniek. Ze mogen meedoen aan allerlei workshops. En de bedrijven die workshops organiseren, die hopen natuurlijk dat die kinderen op een dag een studie in de techniek kiezen. Dus elektronisch afval, de Crea Doe-beurs of de techniek 3-daagse. Kies op onze site RTV Utrecht uw favoriete keuze. En dat kan tot morgen vroeg 9 uur. Ja, lastige keuze. De appel valt niet ver van de boom, dat gezegde kent u vast. Maar dan gaat het zeker op voor de Utrechtse Willemijn Westerlaak. Haar moeder is burgemeester van Lopik. Haar vader is CDA-statenlid in de provincie Utrecht. En dan Willemijn zelf. Zij werkt bij het Europees Parlement. We zochten haar op in Straatsburg. Ik heb een vraag. Zal ik naar Straatsburg toe gaan voor de ebola-crisis? Als rechterhand van Europarlementariër Annie Schreyer heeft Willemijn Westerlaken uit Utrecht het razend druk in die paar dagen per maand in Straatsburg. Stressburg is een populaire bijnaam voor de Franse locatie van het Europees Parlement. Het is een heel erg dynamische plek en ik probeer ook wel uit te leggen aan vrienden hoe dat dan hier gaat en hoe hectisch het is. En dat is natuurlijk, soms is het heel hectisch en dat maakt dan dat het heel gestrest is. Maar ik vind zelf juist ook, die hectiek is juist ook wat het zo leuk maakt. En waar gaan we nou naartoe? Ja, ik ga even voor je kijken. Willemijn is voor mij, kan wel zeggen, mijn steun en toeverlaat. Het zijn de ogen en de oren. Zeker als je in het Europees Parlement komt, is het van groot belang dat iemand de weg weet. En dan gaan we nou met elkaar snel naar de koffie. Op naar de koffie, yes. Je kunt wel zeggen dat politiek in Willemijns bloed zit als dochter van een burgemeester en een statenlid. Het is gewoon wat je meekrijgt vanuit huis en het heeft gewoon mijn interesse. Ik heb ook politicologie gestudeerd, dus het is gewoon dat wat ik leuk vind. Dat mag ik nu elke dag ook gewoon doen als mijn werk. Maar daarnaast, ja, het houdt je bezig. Dus het gaat er vaak wel over. Annie wil een cappuccino. Even centjes. Ja. Koffie halen hoort er ook wel bij, Willemijn? Ja, dat is min of meer het belangrijkste wat er is. Want in Straatsburg komt in feite alles bij elkaar. Ook politiek, maar ook belangengroepen. En hier worden vaak op het laatste moment nog amendementen besproken. Of je moet even met een collega nog overleggen. Hoe ga jij dit doen? Hoe ga jij dit doen? Hey, Sander, hoi. Ik heb even een vraag van Annie. De provincie Utrecht heeft Willemijn verruild voor Brussel. En een paar dagen per maand Straatsburg.
Waar andere politiek en zeker Europese politiek dodelijk saai vinden, kan Willemijn niks spannenders bedenken. Je werkt met collega's uit Duitsland, Frankrijk, Kroatië, Zweden. En het is bijna, tegenwoordig valt het me eigenlijk niet meer op, maar als je er dan even over nadenkt, is het een unieke plek eigenlijk. De stemmingen moeten we naartoe. Van deze Utrechtse zullen we ongetwijfeld nog veel horen. Naar de plenaire zaal. Ja, van Willemijn gaan we dus veel meer horen nog, maar dus ook van haar vader en moeder in onze regio. Ja, dat was hem, hè. Gaan we tot slot maar eens even naar het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking. Het waait nauwelijks, koelt af naar zo'n 6 graden. Morgen is het half tot zwaar bewolkt. In de loop van de middag komt er dan wel wat zon door. En het blijft op de meeste plaatsen waarschijnlijk droog. Het wordt dan ongeveer 11 graden. En de rest van de week af en toe zon, maar vooral vrijdag. En na het weekend, helaas, zeg ik dan, ook weer wat regen. Ja, het hoort bij de tijd van het jaar. We zijn er doorheen. Kijk voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app. Morgen zijn we weer terug. Fijne avond nog. Fijne avond.